zonder onderwijs. Maar ja, die hebben dan ook hun rechten. En het is gewoon niet betaalbaar. Dat kun je een paar jaar volhouden, maar dan zul je toch moeten kiezen. Precies. Ik zie ook in jullie notities dat wel staan, maar ja, voordat dat overal tussen de oren is, want bestuurders, vooral in zo'n platteland, worden toch vaak ook afgerekend op de prestaties die men in hun kern realiseert. Ja. Ja. Dus ja, dat is, sluiten hoort er absoluut niet bij. Ja. Dat is ook met de wet overgeven. Ja, dat vergt toch nogal wat inzet op alle lagen, dat we dat besef wat meer door laten klinken. En ik denk dat hier nou in het zuiden misschien een begin gemaakt wordt, maar dat is natuurlijk in het hele land, is dat heel moeilijk. Hè? Want we zijn helemaal andersom ingesteld, hè? Altijd gericht op groei. En bij financiën ook altijd dat ik kreeg, sinds de crisis. Als kind zullen worden, maar wel... altijd lange termijn daarna. Wat ik wel lastig vind is de bewustwording. Ja, dat is ook iets wat nodig is om daarna moeilijke stappen te kunnen maken. Maar het uitgangspunt, elke kernvoorziening is misschien zelfs al een uitgangspunt dat het ook niet meer haalbaar is. En ja, maar als je het over voorzieningen hebt, dan is mijn beleving toch in het platteland dat er al veel dingen vanzelfsprekend zijn gegaan. Ook geaccepteerd, of misschien wel niet geaccepteerd, maar daar hoor je niet meer over spreken. Vroeger had ieder dorp had zijn winkels. Ja. Er is ongeveer niks meer van over. Mm-hmm. Maar ja, dat is in de tijd zo gegaan en daar hebben mensen zich helemaal op gericht. Ja. Maar als je het dan hebt over die school en zoiets, ja, dat zien we niet. Hè. Dat is een heel ander proces. Hè. Dat... Maar ik schrik wel heel erg als de wethouder zegt van ja, elke kern zijn eigen voorziening, zijn eigen school, zijn eigen winkel. Ja. En dan denk ik, ja, het liefst zou je dat allemaal willen regelen, maar één, je hebt niet misschien mensen die naar school kunnen of willen, et cetera. En het is niet meer te betalen. Precies. En wat je wel zou kunnen doen, Bettina die had het volgens mij bij de eerste gemeente, zei ze dat als voorstel van... Ja, dat je mensen gaat vervoeren tussen de kern, dat je daar een oplossing voor biedt. Kijk, dat doen we wel eens gezegd. We gaan in plaats van die schoolbekosting, gaan we de streekbus, zoals we in België en Frankrijk al jaren gebruiken. Ja. Ja. En laten maken dan een schoolbus van. Maar ik weet hoe gevoelig het is. Het is heel erg moet je voor de nieuwe dingen. Ja, voordat dat zover is... Ja, we hebben in Limburg nu ook, dat weet u waarschijnlijk wel, onderzoeken gedaan naar het onderwijs. Er is ook zo'n taskforce met een aantal grote schoolbesturen en de drie grote gemeenten erin. Dat is vooral ook gericht nog op lobby naar Den Haag. En dat heeft ook wel tot resultaten geleid die nu ook in het actieplan staan. Waar het ministerie ook oppakt om bijvoorbeeld eens naar de opheffingsnorm te kijken. Zou je die in krimpsituaties toch niet anders kunnen hanteren? Dat je hem sneller bijstelt bijvoorbeeld. Of dat je, maar samen met krimpregio's kijken hoe dat het beste kan. Maar dan nog, denk ik ook, en dat is ook wat jullie ook zeggen, moeten er keuzes gemaakt gaan worden ook om... kwalitatief goede scholen te hebben. Hè? Als je alleen maar hele kleine schooltjes hebt die afhangen van één meester of juffrouw en als die wegvalt dan... Ja, dus je moet gewoon kijken van wat is qua schaalgrootte en kwaliteit het beste voor zo'n gemeente. En dat is natuurlijk een gemeente en een schoolbestuur samen die daar verantwoordelijk is. Nee, maar goed, daar heb je ook wel weer meer mogelijkheden. Maar want als je een groot schoolbestuur hebt, dan kun je door het gemiddelde en de systematiek niet uit te leggen. Is er, maar ja, dan moet je weer verschieten van openbaar naar bijzonder. En dat is dan meestal nog niet het moeilijkste.